En we zitten allemaal klaar om op vakantie te gaan. En Viton die vindt dat niet leuk, die wil ook mee, kijk maar. Soms... Nee, ik vind het ook wel meevallen. 24 graden is het. Hallo allemaal! Wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En we zitten allemaal klaar om op vakantie te gaan. Er gaan er heel veel mee. Lang leven zoeken. Ja. Lang leven zo. Meestal gaan we met deze twee hier zo. Ik snap ook mijn naam. Acht. Zes kinderen. Alleen Eline en Nout blijven thuis. Eline die blijft een beetje thuis om toch de zaak in de gaten te houden. En die is al geweest en die gaat ook nog. En Nout die gaat nog met Teddy op vakantie. Die is met Teddy en dan komt hij nog met ja. Hè? Dus die gaat ook gewoon nog. En gisteren heeft Junior de snoepzakjes geregeld. Dat heb je heel goed gedaan. Waar is mijn zakje? Deze? Die van mij. En waar is Stans' zakje? Je hebt je zakje al. Nee. Je hebt een dubbele zak. Nee. Junior, waar is mijn zakje? Wil jullie nog een bakje chef met vliegtuig? Ja. Dus ik kopen. Junior, waar is mijn zakje? Ja. Ook nog. Nou, dus ik wist wel dat jij niet. Dat wist je wel. Iemand had je had 7 zakjes gemaakt. Ja. 6 kinderen en papa. Dus misschien is dit van Stan. En die van mij dan? Weet ik niet. Voor wie is die? Die was even van Merel. Merel heeft die van haar opgedeeld aan jullie, dus dat kan niet. Wilt iemand nog een bakje chips? Ja. Oh, doe ik tas of zo dan? Nee, een vlog. Ja, want ik wil ook wel een zakje snoep. Nee, maar ik heb geen tas nodig, mama. Iemand nog? Louis, die, die gaat mee. Ja. Maar Viton niet. Maar Viton die vindt dat niet leuk, die wil ook mee, kijk maar. Soms stiekem zo meenemen ook in die, daar hebben we er 2 in doen. Niemand in de gaten. Ik zou echt niet in de gaten hebben. Nee, denk ik niet. Kom nee. Nee, joh. En waar is jouw snoepzakje, Floor? Gezeten. Wie? Wat? Ja, mijn snoepzakje is kwijt. Dus die van mij? Ja, die van mij is kwijt. Ik heb hem. Zullen jullie die hebben? Nee, ik heb een gusje. Nou, als ik gewoon van jullie allemaal een snoepje krijg, is het goed. Ja? Nee, ik zit nee. Ik ga gewoon schooien bij iedereen. Papa gaat gewoon je zak pakken. Ja, weet ik. Kan ik goed, hè? Hebben jullie er zin in? Ja. Ik weet wat je nou, dan zullen wij eens... Ik heb geen geld in vakantie, ik heb echt zin in. Dan zullen wij eens gaan rijden dan. Ben je al in een nieuw huis geweest dan? Nee. Nee? Heb je dat gezien? Ik heb foto's. Oké. Okay. Maar we hebben een zwembad, hè? Ja, maar... Ik maak een hoedje mee voor de halve finale. Nee, joh, doe jij maar lekker. Ja, waar zijn de wat? Heb je met mijn tas dicht gedaan? Mooi beeld. En ik heb 4 koffers gehad. Mooi, hè? Ik ben in de kauwgom gaan zitten. Even dit pakken. Oh, nee. In mijn stoel van het vliegveld, dus ik doe er even lekker korte broek aan. En wij zijn nog niet bij ons huisje, want we gaan eerst eten, want het is al 8:30. Want ze hebben allemaal heel erg honger. Hele honger. 9 uur al denk ik zelf. Jij had wel heel erg dorst net. Ik had wel heel erg dorst net, ja. Dus ik had gelijk al flesjes water gehaald. Ik heb heel erg honger. Dat vind ik zo asociaal, dat je gewoon je kou op je stoel legt. Mijn benen zijn al bruin. Dat vind ik zo asociaal. Ja, die zijn altijd bruin. Heel veel, Junior, zal je niet gewoon naar je broek uit doen als je dat pakt? Nee, dat wilt hij niet. Stikwarm? Nee, joh, laat maar. Het is eigenlijk niet echt heel stikwarm. Nee, ik vind het ook wel meevallen. Ik vind 24 graden is het. Maar het windje? Ik vind het fijn. Ik ben blij dat ik een vestje bij heb voor 's avonds in ieder geval. Ik heb alleen maar een trui bij. Hoe krijg je dat eruit? Ik heb jasjes bij. Pindakaas. Ja, hebben ze die pindakaas? Ja, tuurlijk. Oh ja, peanut butter. Peanut butter? Nee, ik heb wel jasjes. Kijk uit. En vestjes. Ja, jouw tanden koffie moet je. Jullie zeiden nog geen lange maand meenemen, nou. Vestje, de trui wel. We kregen al verzoeken om afspraken te maken hier zo. Afspraken? Ja. De ouders van jouw BFF. Even kijken. Ja, die zijn hier ook en die... We wilden dinsdag een house tour en dan gaan we ergens in Spanje, Frankrijk kijken. S'avonds gaan we eten, gaan we ergens... Spanje. Ga ik lekker mijn lieve Spanje speelt. Ik moet even allemaal Spaanse shirtjes halen. Ja. Gewoon ik wil gewoon, ik wil best een Spaanse shirtje hoor. Ja, ik wil ook wel echt een Spaanse shirtje. Dan moeten we dinsdag eerst naar de markt, ochtends. Ja, ik wil en op de markt moeten we shirtjes halen. Ja, en dan s'avonds. Ja, 100 euro, maar dat vind ik niet. Star Wars! Kom
vind het goed hoor, Spanje shirtje. Koken zit dus ook in mijn stoel van de bus. Maar we zijn toch ook in Nederland? En dan gaan we daar met Spanje shirtje staan en tourmalinos. Echt een hele vlek. De hele vlek. Ja, dan ga je ook niet met pindakaas, want dan kan je er niet uitspoelen. Even gewoon deep cleanen. Ja. Stomen en zo. Je kan het makkelijk opzoeken. Als je even jij moet wel even die worstenbroodjes meenemen. Ja, er staat ergens op één deur. Ik ben ook al een beetje bruin. De achterklep misschien. Ja. Kijk. Ja, hij staan moet even die worstenbroodjes op. Ja, die pakt hij nou. Okay. Hoeveel? Twee zakken. Hoeveel? Twee zakjes. Zijn we nu bij de buurman? Ja. Ja, we lopen nog even over de boulevard na het eten en daar stond zo'n man met van die blauwe lampjes die hij in de lucht schoot. Dus ze zaten, mogen wij erheen? Nou, ze waren maar een euro. Hé, hey, ja Flor, ging redelijk. Maar bij die man, ja bij die man doet hij het echt hartstikke goed. En bij ons gaat hij zo. Ja, we gingen eigenlijk aan de buurman, we hebben een worstenbroodje bij. Een beetje verfrommelde worstenbroodje in de koppen. Oh, een stiekje. Ja, ik moet het filmen. Hey, Dotjes, we gaan lekker de koffers uitgaan. Is goed, Dotje. Gaan jullie ook mee, boys? Hij is al kapot. Dat ding is er al af. Maar daarom zijn ze ook maar een euro. Hij is kapot al. Oh. Zo junior kan het. Ik niet. Ja, yeah, 5. Mag ik even voor jou een keer? Ik wil even eerst zo proberen. Stan is ook weer 10 jaar hoor. Ik ben 16 hè, laat maar een lekker kind zijn. Ja, ja. Je moet die niet loslaten, je moet alleen dat ding loslaten. Ja. Kijk, moet ik het doen? Dat stokje vasthouden. Kijk. Met die boog omhoog. Nou zo. Ik wil meester Stan. Nou. Even hoor, als die man niet verkocht had. Feit toch? Deze moet je vasthouden. Ja. Junior heb ik het ook geleerd. Als het goed is. Zo. Andersom. Zo. Zo. En dan die omhoog. Ja, dan zo. Dan die zo vasthouden en die loslaten. Bah. Bijna. Bijna. We zijn er. Hiernaast is het huis. Hier is het huis. Hier is het huis dan. Oh, de buitenlamp gaat aan. Mama die gaat even de poort openen. Ik wil mee. Nou ja, Stan, loop jij maar mee en dan moet jij gewoon even filmen wat jij ziet. Wat jij vindt. Ik ga ook wel mee. Ja? Ja, ik heb de sleutel net aan jou gegeven. Ik ga ook mee. Junior is een beetje druk. Ik ga ook mee. Deze denk ik. Ga jij mee? Ga jij mee? Oh? Ga je mee? Altijd. Neem je vestje even mee dan. Ja, ik ben hier allemaal. Dus lichaam als spul. Die laat ik in de auto. Oké, kom maar. Oh, hier kan je de camera geven dan. Ja, jezus. Kom maar. Ja, ja ik heb gewoon die hond van POV. Jezus. Zo. Dikke poort hier, ho. Ja, dikke poort, hè. Lukt het? We gingen van helemaal op die berg. En Vin was hier gestuiteld. Oh, dat is niet handig. En Floor was helemaal daar. Oh, jij niet? Ik ben niet struiken, want ik ging van de hele berg af. Zo. Ik ging van de helft van de berg af. Dikke poort. Oké, ik ga. Dikke poort, dik huis. Is dat een garage? Wat? Deze helft is van ons en de helft is van iemand anders. Oh, handig. Nee, tuurlijk niet. Oh, ik dacht al. Oh, handig? Junior, ja, die was echt heel goed. Oké. Okay. Ja, is het nachtvision? Nee, weet ik niet. Zie mij. Al die foto's gezien. Ja, weet ik veel. Ben je toch al een keer geweest? Op het dak. Ja. Ik zei ja.
Dat ding, dat ding heeft met dat lichtje op het dak. Ik zie hem liggen daar. Oh, juniortje. Ik heb er nog één, die mag je wel hebben. We kunnen op het dak klimmen. Hier, zit in mijn broekzak, pak maar. Waarom? Ja, en die, heel diep. Nee, nee, voor, voor. Nee. Niet meer op de dak schieten dan. Daar ja. Die zak. Oh ja, die middelste zak. Ja, zeg terug. Kijk uit, jongen. Ja, even aan de kant. Ja, ik pak hem zo voor jou. Op het dak. Ik zag die Hé, ga. Ja, ik ben nog steeds aan het filmen, ja. Op een hobbelpaard. Nee, op een hobbelpaard. Dit is de ganggangstijl. Nee, dat is op een hobbelpaard. Nee, dat is de ganggangstijl. Nee. Oh nee, hobbelpaard is zo. Ja, dit is de ganggangstijl. Ja, doe eens een hobbelpaard. Op een hobbelpaard. Jullie mogen in de comments raden van wie dat is, op een hobbelpaard. Moeten jullie dat niet zeggen? Onze baby. Mogen jullie mensen hij in de comments... Hij heeft ook ons liedje verzonnen, het koekendaglied. Ja. En hij is... We hebben misschien... En hij wil ook zo'n broek met van die zak aan de zijkant. Heel toevallig. En www.anita.nl. Ja, dat is zijn website, www.anita.nl. Anita is ook... Ja, dat is ook een liedje van hem. Oftewel... Ja, dan mogen jullie raden in de comments wie dat is. Ja, raden in de comments. Dat ging bijna uit, dat heb ik op film. Ja, Benny. Ja, pak maar in mijn broekzak. Ja! Ja, dat is een hele strakke broekzak, hoor. Mijn kleur is een beetje open. Ja, goed zo. Moet je die niet op het dak schieten, hè? Dat weet ik ook niet. Ik kom er heel kort van stukken. Ik heb mijn ding gewoon op het dak. Oh, dan ga ik even first reaction in het huis. Kan iemand mijn koffer meenemen en ik ben aan het filmen? Ik zwacht het, dan kan ik de alarm even drassen. Oh. Oeh, het is warm hier, jongens. Oh, lekker toch? Ik heb een nachtlampje. En heb je zin in een vakantie? Jazeker. Heel veel zin in. Goed ook zo. Ook mij vraag. Ja, heb je er zin in vlog? Echt heel veel zin in. Vind je van goed huis? Zo. Ja, van de buitenkant is het echt zo'n Spaans huis. Ja. Een Spaans huis. Waar wij eerst zaten was echt zo'n modern huis. Ja. Dus echt zo'n oud Spaans huis. Sorry. Heb jij ook op mijn koffer? Weet je wat op mijn koffer? Nee, ik weet niet van mijn okay. Oh, dit is de slaapkamer van Madelief. Guusje. Ik wil jouw slaapkamer laten zien. Kom maar. Oh, nou, laat zien. Dit is die voor jou. Wow, wat een luxe. Echt zo. Die gaat staan lekker slapen nog. En we hier een vloer. Ik heb vorige keer samen met Filip. Oh, gezellig. Filip op grond. Tussen drieën. Nee, Filip op grond. Zielig. Op een matras hoor. Zonde. En dan zit onze gedeelde zo, badkamer. Nee, mijn badkamer. Nee, van ons. Kijk. Nee. Oh, jammer. Gaat ook. Dat is een opslok. En kom maar mee. Dat zit papa en mama in de kamer. Staan! Ik geef je even een house tour. Staan! Nee, morgen geef je een house tour. Nou, hier wordt de house tour aan Stan gegeven. Dit is papa en mama in de kamer. Ja, dit is onze kamer nog. Met hun. Oh, die bril heb ik nog in elkaar gezet. Ja, maken. Die lag ook weer in de tuin toen. Mooie badkamer erbij. Oh, die luxe plek zag ook. Ja. Alleen eentje weer ophangen, ja. Die dingen van mij. Ja. Dit was een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.